Erwin Linga is de nieuwe districtscommissaris van het resort boven Saramacca. Hij heeft op donderdag 3 september 2020 het roer overgenomen van Humphrey Jeroe. Het protocol van overdracht vond plaats op het districtscommissariaat Sipaliwini. Boven Saramacca is namelijk een van de 7e bestuursresorten van het zuidelijk gelegen district van ons land. De burgervader is er klaar voor om de nodige ontwikkeling te brengen. Voor mij is dit een nieuwe uitdaging. Maar ja, we gaan het aan. Als prioriteit gebied is voor mij altijd onderwijs en de volksgezondheid. Dus, maar nu op dit moment speelt een corona geval in het geheel Suriname. Dus ik ga even nagaan hoe het daar in het gebied is. Dus ik ga straks met me diensthoofd dan daarover praten om te kijken wat de gevallen daar zijn of welke gevallen daar zijn. En hoe, als er geen gevallen daar zijn, hoe wij dat kunnen voorkomen, zodat die mensen gezond kunnen leven in het gebied. Dus om zulke zaken aan te pakken, dan is het met de plaatselijke bewoners zitten om te horen. We gaan die multinationals ook horen en kijken wat het knelpunt zijn en dan proberen via het dorp, de dorpshoofde dan die problemen aan te pakken om te kijken wat de bijdrage van de concessiehouders gaat zijn. Ja, dus om te kijken welke ontwikkeling ze in het gebied kunnen brengen, zodat er waar er problemen zijn die heel gauw aangepakt kunnen worden en tot het verleden kan behoren. Ja, dus het rationele gezag zou voor mij een spreekpunt zijn om van hun uit te proberen om dan ontwikkeling in het gebied te brengen. Want ze zijn een belangrijke persoon in het gebied. Dus los van districtraden, district en RR-leden, zijn ook voor mij een belangrijk spreekpunt. Maar zonder hun kunnen we niet verder. Dus als je ze bij je achter hebt en ze kunnen je begrijpen wat de ontwikkelingsideeën zijn en wat zij ook wensen, dan denk ik dat het wel eruit kunnen komen. Ja. Thank you.